Hartelijk welkom bij Top Theater Elburg. Wist u dat het vanavond 31 oktober is? Halloween. Het kan uw geluksavond zijn. Kom dan loten in de pauze voor de loterij na de voorstelling, want u kunt zomaar binnenkort afreizen naar het prachtige Newcastle. Of wordt het uw ergste nachtmerrie? In ieder geval, veel plezier bij Arsenicum en Oude Kant. Nee, juffrouw Antoinette, nee. Ik
zal het u maar ronduit zeggen. Ik bedoel zijn betreurenswaardige wijzigheden aan het toneel. Het toneel? Ach, wel nee, dominee, wel nee. Martine schrijft recensies voor de krant. Dat weet ik, juffrouw Antoinette, dat weet ik. Maar een toneelcriticus wordt constant blootgesteld aan het theater. En je weet het niet, straks gaat hij zich er nog voor interesseren. Oh, daar hoeft u bij Martinez niet bang voor te zijn, hoor. Hij heeft een bloedhekel aan toneel. U meent het? Ik meen het, ja. En dat is niet zo verwonderlijk ook. Ach, die jongen, die was zo in zijn nopjes, hè. Toen hij die baan kreeg bij de sportredactie, komt hij eindelijk eens ergens over schrijven waar hij echt goed in was. Tot ze dat verschrikkelijke nachtbrakersbaantje gaven. Het is me wat. Het is me zeker wat, dominee. Maar volgens Martinez duurt het niet lang meer, hoor. Nee, het toneel is op sterven na dood. En intussen verdient hij toch maar mooi een aardig centje. Oh, wie kan dat nou zijn? Wacht maar, Teddy. Ik ga wel. Ach, brigadier Koddebeien. Komt u binnen. Goedemiddag, juffrouw Brouwer. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Uit de kunst, juffrouw Brouwer. En wat voor nieuws heeft u mij te melden? Op het moment niks te rapporteren, kolonel. Uitstekend. Dank. Op de plaats. Rust. U kent dominee de Vries. Ja. Dag, dominee. Dag, brigadier. Ik ben even komen aanwaaien voor de spullen van de kerstactie, het speelgoed. Ach, ja. Ja, dat is fantastisch werk wat jullie doen, mensen. Oud speelgoed opknappen om kinderen ook met kerst wat te gunnen, hè? Ach, je moet wat doen als je zit er niks op het bureau. Mijn kaarten krijg je op de uur ook genoeg. Dat is waar. Oh, dat herinnert me één keer, Teddy. Ga jij eens even naar boven en haal die grote kartonnen doos van Matta's kamer, hè? Zo, en gaat het al een beetje beter met uw vader? Oh ja hoor, hij is alleen nog wat zwakjes. Ach, ik zou u een pannetje bouillon willen. Trouho! We hebben hem vanmorgen pas getrokken. Matta is net naar een oude stumper om een pannetje te brengen. Gaat u maar even zitten. Oh, ja. En verbaat u maar, hè? Ik ben zo terug. Dank u. Toen ik een wasnaar geplaatst werd en hiernaast kwam wonen, was mijn vrouw ernstig ziek. In de laatste maanden voor haar overlijden en de periode na heb ik geleerd wat pure onbaatzuchtigheid en waarachtige naastliefdeberie kunnen. Kolonel, u had beloofd dat niet meer te doen. U weet toch, als adjudant Marsman dat hoort. Ja, maar ik moet het kabinetsberaad bijeenroepen om toestemming te vragen voor het verlof van het roepen. Dominee, vroeger deed hij dat in het midden van de nacht. Hadden wij al die buren weer op ons. Ze zijn een beetje bang voor hem. Ach, hij doet geen vliegenmaats. Zijn vader, dat was een getroubleerd type. En hun vader, de grootvader van Teddy, de vader van de dametjes, dat was een of ander genie. Hij was een kwakzalver en ontwikkelde nieuwe medicijnen. Dit hier was zijn kliniek. En die medicijnen testte hij dan op menselijke proefpersonen. Ik heb wel eens gehoord dat dat niet altijd even vlekkeloos is gegaan. Het is niet waar. Nou ja, wat die monniken mogen hebben uitgesproken, hij heeft gelukkig de dames hier goed verzorgd achtergelaten. En die niet? Och, Teddy. Nou, kijk eens aan. Is me dat even een leuke verrassing? Dag, juffrouw Brouwer. Hoe maakt het, brigadier Koddebeien? Prima, ik ben even aankomen waaien voor het spullen van de kersttaxi. Oh ja, Teddy's leger en vloot. Ze zijn versleten. Alles staat ingepakt. Ja, hij is al aan het optrommelen, maar ik weet, het kabinet zal eerst een fiat moeten geven. Ja, dat spreekt vanzelf. Ik hoop dat uw vader zich weer wat beter voelt. Oh ja hoor, hij is alleen wat zwakjes. Uw zuster had net een pannetje bouillon voor hem. Ik heb net een pannetje bij een oude stumper gebracht die zowat al zijn botten gebroken heeft. Ach, Martha, daar was je. En hoe was het met meneer de Groot? Nou, lieverd, ik geloof dat het behoorlijk ernstig is. De dokter was er. Hij gaat morgen amputeren. Oh, mogen we erbij zijn? Nee.
Ik heb het hem gevraagd, maar hij zegt dat het tegen de regels is. Ach. Jullie zouden toch niet van dienst kunnen zijn. En bovendien moet u een beetje op jezelf letten. En kijk eens, brigadier. En eerst lekker opwarmen, hoor. Dat zal ik doen, juffrouw. Is dat het speelgoed? Ja. Oh, laat zien. Ach, prachtig. Er zullen een hoop kinderen veel plezier aan beleven. Kijk nou. Dat jochie van Kampinga is helemaal mijn sjoggel van soldaten. Ja, dat is generaal Miles. Die heb ik met vroeg pensioen gestuurd. Nou, ik moet er weer vandoor. Ik moet me melden bij adjudant Marsman. Dank u wel. Dag. Tot ziens hoor. Dag. Zo, ik ga er ook weer vandoor. Oh, doe meneer. Voordat u weggaat. Bravo! Doe van de Fransen! De Fransen? Ach ja, de trap is altijd de piramides van Austerlitz. Oh. Goed, zou u er willen voor zorgen dat hij deze papieren ondertekent? Oh, wat is dat? Ach, dominee de Vries heeft alles in orde gemaakt voor als wij komen te overlijden. Dat Teddy naar het sanatorium de Grazige Weide kan. Maar waarom zou Teddy daar nu over tekenen? Het is beter dat alles is geregeld. Als hij plotseling komt overlijden, dan zouden we Teddy misschien mogelijk niet kunnen overhalen om uit eigen beweging te gaan. En dat zou minder plezierige wettelijke procedure kunnen betekenen. Dr. De Wit is op de hoogte dat de papieren in het archief bewaard worden tot de tijd rijp is om ze te gebruiken. Dr. De Wit? Wie is dat nu weer? Hij is geneesheer en directeur van Grazige Weide. Ja, en dominee de Vries komt morgen of overmorgen even met hem langs om kennis te maken met Teddy. Goed, ik moet nu opschieten, anders komt Helene halen, hè? Oh ja. Bedankt voor de dingen, tot ziens. Doet u de groeten aan Helene, hè? En oordeelt u niet te streng over Martinus, omdat het toneelcriticus is. Iemand zal die rotklusjes toch op moeten knappen. Heb je nu pas thee gedronken? Beetje laat, vind je niet? Ja, lieve, dat klopt. En met het avondeten zal het ook wat later worden. Hoezo? Waarom? Oh, Teddy, goed nieuws voor je. Je wordt uitgezonden naar het Panama om verder te graven aan het kanaal. Oh, super, meters. Gewoon weg, meters. Ik ga me meteen voorbereiden tonight. Trouwel! Antwoord net, terwijl ik de deur uit was. Ja, het spijt me, lieverd. Ik kon niet anders. Ik wist niet wanneer je terug zou komen. En bovendien kon dominee de Vries elk moment hier zijn. Maar helemaal in je eentje. Oh, dat ging best hoor. Oh, ik ga gauw even beneden. Nee, lieverd, nee. Ik was helemaal alleen. En daar had ik geen tijd voor. Maar, wat dan? En kijk maar eens even in de vensterbank. Dat is Helene. Oh, dat is Helene. Dag, tante Fred. Dag, Helene, liefje. Dag, tante Marta. Oh, ik dacht dat vader hier was. Nee, hij is net weg. Ben je hem niet tegengekomen? Nee, ik ben even binnen doorgegaan over het kerkhof. Is Martinus er nog niet? Nee, die is er nog niet, nee. Ik had hem met hem afgesproken. Vindt u het dan goed als ik op hem wacht? Maar natuurlijk, liefje. Och, en wat moet je dan niet van ons denken, zeg Helene. Dat wij op dit tijdstip de theepoel nog op tafel hebben. Hè? En laat alles nou gaan staan in de keuken, hè, tot Martinus komt. Oh ja, dan help ik je daarna wel. Dat is goed, lieve. Dat is hij goed. Hij kan elk moment hier zijn. Ja, vader zal wel verbaasd zijn wat hij met die thuis trof. Ik denk dat ik nog even snel terug ga om wel rustig te zeggen. Ja, wat zonde nou dat je het net gemist hebt. Ja, wilt u tegen Martine zeggen dat ik zo weer terug ben? Oh ja. Oh, dag Helene. Dag tante Marta. Oh, Antoinette. Martinus is er. Ging je ergens heen? Nee, ik ging gewoon even snel naar vader om te zeggen dat hij bij mij blijft. Oh, doet hij dat nog steeds? Wat ontzettend ouderwets, hè? Ach, dag Martinus. Ach, dag tante Antoinette. En, lieve jongen. Hoe gaat het met je? Ja, prima. En u ziet er ook goed uit. U bent niet veel veranderd sinds gisteren. Oh, ja, dat is waar hoor.
de laatste tijd, hè? Maar gezellig, hoor. Ga zitten, ga zitten. Antoinette? Ja? Moesten wij niet nog iets in de keuken doen? Nou, ik niet, lieve. Ik niet. Je weet wel, de tafel en zo. De tafel en zo. Ach, natuurlijk. De tafel en zo. Nou, dan laat ik jullie tweeën maar even alleen, hè? Toch net of je thuis bent, hoor. Toch maar net of je thuis bent. Precies, ja. Doodonger. En wat? Nou, dat was gewoon duidelijk hint wie je tante is. Oh ja, ja natuurlijk, ja, super bepaald subtiel. Maakt toch helemaal niet uit? Zeg, waar wil je straks gaan eten? Maakt het niet uit, ik heb toch geen trek. Ja, en ik heb eigenlijk net ontbeten. Nou, weet je wat we kunnen doen? We kunnen nog even gaan souperen na de voorstelling. Nou, dan wordt het toch wel erg laat. Nou, niet met dat stuk waar wij vanavond naartoe moeten. Wat dan? Met wat ik ervan heb begrepen staan we om 9:30 alweer buiten. Is het dan al afgelopen? Nee, schat, dan is het pauze. Oh, je moet die stukken wel een kans geven hoor, Martinus. Dan geef ik die stukken mij ooit een kans? Ik heb nog nooit al overwege weggelopen bij een musical. Oh, ja, die musical gaat niet door. Wat? Nee, oh, wist je dat niet? Nee, hij is uitgesteld. Ach, lieverd, je weet hoe het gaat met musicals. Die worden altijd 3 keer uitgesteld, veranderen 4 keer van titel. Ik had me juist zo verheugd op een musical. Wat ben jij soms toch oppervlakkig? Helemaal niet. Musicals maken jou in ieder geval een stuk aantrekkelijker. Hoezo? Nou, na een comedy of na zo'n leuk stuk, ben je niet zo'n droogkloot als na zo'n serieus drama. Na zo'n ernstig stuk moeten we altijd terug in de metro, omdat we dan tussen het gewone volk in moeten zitten. Wat bedoel je daar nou weer mee? Nou, vorige week nog. Bij dat stuk al die vrouw die kinderen in stukken hakte. Medea? Ja, die ja. Daarna sleurde hij me mee naar een van de duistere café, waarmee ik een zwaarlichtige lezing kreeg over symbolische lagen en metaforen. Dat is helemaal niet waar. Ik heb alleen je geprobeerd het regieconcept uit te leggen aan de hand van de innerlijke drijfveer. Oh ja, inderdaad. Achteraf zei hij wel dat ik innerlijke schoonheid bezat. Maar daar moest ik het mee doen. Maar dat is voor een vrouw toch ook een prachtig compliment? Ja, maar de vorige keer zei je dat ik mooie benen bezat. Maar die heb je toch ook. Ja, je trakteerde op champagne en je versierde me een stuk door in de taxi. Wat ik zie me dom voor die taxichauffeur. Maar goed, dat was tenminste wel op binnen. Voor een domineesdochter vind ik wel dat jij heel veel weet van het leven. Waar heb je dat allemaal geleerd? In de koorbanken. Oh, ik wist het wel. Ik wist wel dat er een nauwe relatie bestond tussen religie en erotiek. Oh, de enige manier om niet heel snel mijn zelfrespect te verliezen is door zo snel mogelijk met jou te trouwen. Nou, ik kan me nog best een paar jaartjes fatsoenlijk houden hoor. Ja, maar ik niet. Wat dacht je van vanavond? Wat? Trouwen. Oh, vader zou erop staan om ons huwelijk in te zegelen. Hebba, nee. Ik weet zeker dat jouw vader zelfs van een trouwerij een saaie bedoeling weet te maken. En nou doe je het weer. Je geeft weer je mening. Hier hoef je toch geen recensie over te schrijven? Sorry schat, beroepsdeformatie. Nou weet je wat, misschien krijgt dat stuk vanavond dan toch nog een aardige recensie van. Oh, hou je zoveel van? Als jij nou maar tegen je vader vertelt dat hij lekker op tijd naar bed toe gaat. Ik denk eerst dat ik tegen mijn vader zeg vooral op te blijven. Luister Martinus, we doen alles netjes volgens het boekje. Ja, vooruit. Maar dan nog wel deze maand, oké? Okay? Zeg maar november. Ja, is goed. Ik ga straks naar vader en dan prik ik meteen in datum. Oh, nou wacht eigenlijk toch maar even. November is première maand. Ik moet even kijken welke producties er komen. Martinus! Meneer de president! Hoe maakt u het? Meters, dank je. En hij wordt meters. Wat voor nieuws had jouw maand gemelden? Slechts dit, meneer de president. Het hele land staat als één man vierkant achter u. Dat waait er. Hij zegt niks kletterend. Maar ik moet er weer vandoor. Arvan! Waar ga je naartoe, Teddy? Naar Panama! Ja, Panama is in de kelder. Hij graaft er een kanaal. Oh, je bent altijd zo lief voor hem. Hij is ook echt dol op jou. Ja, Teddy is altijd al mijn favoriete broer geweest. Favoriete broer? Zijn er meer van jouw soort? Ja, ik heb nog één broer. Johan. Oh, nooit weten. Nou, we praten ook liever niet zo over Johan. Hij is vertrokken uit Wassenaar toen hij nog heel jong was. Op verzoek, nota bene. Ja, Johan is het soort jongen dat het leuk vindt om te kijken hoe hamsters reageren op een badje zoutzuur. Wat is er net terechtgekomen? Nee, dat weet ik niet. Hij wilde chirurg worden. Ja, dat was het net als grootvader. Maar hij had geen zin om naar de universiteit te gaan. Hij zou het wel in de praktijk leren, zei hij altijd. Komen jullie niet te laat voor een voorstelling? Oh nee, we slaan het diner over, tante Antoinette. We hoeven pas over een half uurtje weg. Oh. Oh. Dan laat ik jullie maar weer even. Nee, ik ga nog wel even snel naar mijn vader. Hij wil altijd nog even met me bidden voordat ik met jou uitga. Oh.
Ik vlieg even zo snel over het kerkhof. Ik ben zo terug. Ja, en als je vader dat gebed nou niet al te lang maakt, kunnen wij daarna nog wat water in wijn veranderen. Oeh. Silas, dat is voor het eerst dat ik jou uit de Bijbel hoor citeren. Ik wist wel dat Helene een goede invloed op jou had. Ja, precies. En daarom hebben we ook besloten om te gaan trouwen. Trouwen? Ja. Trouwen, zei je? Ja. Oh, lieve jongen, dat meen je niet. Ja. Oh, Martha, Martha, kom eens gauw hier. Ik heb een heerlijk nieuws te vertellen. Oh, Helene en Martinus gaan trouwen. Trouwen? Ja. Oh, Martinus. En we hebben het altijd zo gehoopt, hè? Oh, nee, ik moet de gelukkigste vrouw van de wereld zijn. Dat is... Gelukkig? Ach, wat heet. Moet u eens kijken hoe ze daar over die grasstenen heen dartelt. Wat is dat? Wat is wat? Dat daar, dat standbeeld. Dat is de Horendine da Canina. Oh, wel nee, lieve jongen. Dat is Emma Stout, die ten hemel vaart. Nou ja, op mevrouw Stouts linkeroor dan, die vogel. Ja, dat is een roodgestreepte zwaluw. Oh, die ken ik alleen maar van foto's. Ik snap niet hoe jij aan vogels kunt denken. Je hebt je net verloofd. Oh, Thoreau was er ook dol op. Weet u wel, die Amerikaanse filosoof over wie ik een boek schrijf? Wat zijn zulke mooie beesten. Oh, Thoreau, dat doet me eraan denken. Ik heb hier vorige week een envelop laten liggen met het eerste hoofdstuk van mijn boek. Hebt u dat ergens gezien hier? Als je hem hier hebt gelaten, moet hij hier nog zijn. Ik snap er niks van. Elaine vond het ook al zo'n briljant hoofdstuk. Waar heb ik het nou toch gelaten? Vertel eens iets meer over Elaine. Ik bedoel, jullie, wat zijn jullie plannen? Ik bedoel, je kunt toch wel iets meer vertellen over Elaine? Ja, ze... Wanneer gaan jullie trouwen bijvoorbeeld? Nou, binnenkort in ieder geval. Waar heb ik het nou toch gelaten? Nou, en ik vind echt dat we het moeten vieren, Martha. Vind je niet? Als Elaine terugkomt, dan vind ik toch echt dat we een flesje wijn moeten opentrekken. Om te proosten. Heb jij nog wat van die vlieger? Best er niet over. Oh ja. Dan trek ik een flesje wijn open. Oh, en dan te bedenken dat het in ons huis is gebeurd. Oh, Martinus. Ik hoop dat jij vanavond nou eens echt onbezorgd kunt genieten. Met je verloofde van het toneelstuk. Misschien is het wel iets romantisch. Hoe heet het eigenlijk? Moord breekt wet. Oh, bah! Nou, ik weet al precies wat voor soort stuk het is, hoor. Echt zo'n 13 in een dozijn thriller. Als het boek open gaat, dan is het eerste wat de mensen zien een lijk. Wat is er nou toch met jou? Wat heb jij ineens tegen Teddy? Je
Ach, lieve schat, u komt er toch een keer achter. Ik kan het maar gelijk meteen zeggen. Teddy heeft een man vermoord. Onzin, lieve jongen. Nee, er ligt een lijk in de vensterbank. Ja, dat weten we. Dat weet u? Ja, dat hebben we met de anderen ook gedaan. Dat weet u. Dat weet u. En je moet het ook weer vergeten. Vergeten? Ik was dat ik die meneer daar ooit heb zien liggen. Vergeten? Maar... Wie is dat dan? Dat is, meneer, Hoskins. Adam Hoskins. Dat is alles wat ik van hem weet. Oh, en dat hij doopsgezind is. Was. Doopsgezind? Ja. Oh. Doopsgezind. En dat is alles wat u van die man weet. Maar, wie, hoe, wat is er gebeurd? Hoe komt hij daar? Hij is overleden. Ja. Ja, tante Antoinette, tante Martha, dan begrijp ik dat hij overleden is. Mensen kruipen doorgaans niet in een vensterbak om daar dood te gaan. Nee, dat klopt. Hij is eerst overleden. Ja, maar hoe dan toch? Hé, lieve jongen, wees dan zo niet zo nieuwsgierig. Hij is overleden omdat hij wijn dronk, wel vergif in zat. Maar hoe kwam dat vergif dan in die wijn? Nou, wij doen het in de wijn. Ja, dan valt het minder op. Als je het in de thee doet, ga je het ruiken. U doet het in de wijn? Ja, ja, ja. En ik heb meneer Hoskins in de vensterbank gelegd. Omdat dominee de Vries op visite kwam. Dus u wist wat u deed? U wilde niet dat dominee de Vries het lichaam zou zien? Wel, nee, lieve jongen. Niet bij de thee. Dat zou wel heel erg onbeleefd zijn. Nou weet je alles, hè? En vergeet het maar weer gauw. Ik vind echt dat Martha en ik recht hebben op onze eigen kleine geheimpjes. En niet aan Helene verklappen, hoor. Hallo, kunstredactie? Geef me Wim. Wim, met Martinus. Luister. Jij moet iets voor mij doen. Jij moet zorgen dat je Sjors te pakken krijgt. Sjors die moet voor mij vanavond naar dat toneelstuk. Ik kan vanavond absoluut niet. Nee, Wim, stil, wacht. Ik kan vanavond niet naar dat toneelstuk en daarmee basta. Je moet Sjors voor me sturen. Ja, ik ben chef van die afdeling. Ik kan dat toch zelf bepalen. Hoe dan ook, je ziet maar dat je hem te pakken krijgt. Ja, bedankt. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Wat moeten we waaraan doen, lieve jongen? Daar ligt een lijk in. Ja, meneer Hoskins. Ja. Allemachtig, tante Antoinette. Ik kan u toch niet aangeven bij de politie? Wat moet ik dan? Nou, jongen, om te beginnen je niet zo opwinden. Precies. En we hebben... Ja, tantetjes, die laatste 5 jaar in Chicago waren de drukste en gelukkigste van mijn leven. Ja, van Chicago gingen we naar Sydney, Sint-Petersburg, Amsterdam, Urk. Ik denk niet dat ze geïnteresseerd zijn in onze ervaringen op Urk. Nou, Johan, we zijn er wel van overtuigd geraakt dat jij een zeer interessant leven hebt geleid. Maar we hadden jullie niet zo lang mogen ophouden. Ik mag wel zeggen dat mijn eerste kennismaking met dokter Einstein mijn leven drastisch heeft veranderd. Jullie weten dat ik in Zuid-Afrika heb gewerkt, in de diamantmijnen. En daarna in Amsterdam op de diamantbeurs. Maar ik wilde terug naar Zuid-Afrika. En dokter Einstein heeft dat ook mogelijk. Ja, dat was een knap stukje vakwerk. Toen ik verband van zijn gezicht afhalen, toen zag zijn gezicht er zo anders uit dat ik me opnieuw aan de verpleegster moest voorstellen. Ja, en toch was ik aan het oude gezicht gehecht. Kijk, ik heb er zelf nog een foto van bij me. Ik heb me al gezien. Nee, wij waren het anders. Oh. Nou, Johan, dat lijkt er weer op, zo
als jij er vroeger uitzag, maar ik zou je nog steeds niet herkend hebben, hoor. Ik wil mijn oude gezicht terug, dokter. Dat is wel veilig, ja, nu. Zo, nou, ik weet dat jullie nu al weg moeten naar, waar jullie dan nog maar heen zullen gaan. Nou, ik zit zo nog zo vol van dat heerlijke eten van tante Marta dat ik geen voet kan verzetten. Ja, dit hier, verroepkelijk. Ja, maar het is al erg laat en daar... Gevonden, gevonden! Wat heb je gevonden, Teddy? Mijn biografie. Kijk, dit is de foto waar ik u over verteld heb, generaal. Hier staan we beiden op. Generaal Goedhals en president Roosevelt voor de Golf van Panama. Dat ben ik en dat ben u. Hoedje wip, ben ik ergens veranderd? Ja, maar die foto is ook nog niet gemaakt. We hebben de golf nog langer niet bereikt. We zijn druk aan het graven. Misschien moet u mij vergezellen naar Panama. Dan kunt u met eigen ogen zien wat de vorderingen zijn. Een ander keertje graag. Panama is een aantrek. Onzin, Panama ligt in de kelder. In de kelder. We laten hem in de kelder het Panama-kanaal graven. Generaal Goedhals, als president van de Verenigde Staten en als opperbevelhebber van leger en vloot en als de man die u heeft aangesteld voor dit kabijn, beveel ik u met mij mee te gaan op inspectietocht. En nou is het klaar, Teddy. Pardon? En wie mag u wel niet zijn? Hou op met die ongeinige bed. U ziet maar er wel enigszins bekend uit. Sky. Nee, u bent niet iemand die ik nu ken. Misschien iemand van later. Als ik ga jagen in Afrika. Ja, u lijkt me wel iemand die ik ga ontmoeten in de jungle. Het is je broer, Johan. Hij heeft zijn gezicht laten veranderen. We gaan hem wel gauw naar bed, Teddy, hè? Ik bedoel, je broer Johan en dokter Einstein gaan ook zo naar bed. Generaal Goedhals, inspecteer het kanaal. Jawel, meneer de president. Meters, naar Camp Panama. Meters, volg mij, generaal. We gaan wel naar het diepe zuiden, dat weet je toch? Oh, waar? Oh, Pieter Stinsen. Tante Antoinette, ik wil even een klein misverstand uit de wereld helpen. U had het over ons hotel. We hebben geen eens een hotel. We zijn gelijk hier naartoe gekomen. Er is een heel aardig hotelletje, 3 straten verderop. Ja. Dit is ons thuis, Tante Marta. Jij kunt hier echt niet blijven. Wij hebben al onze dames nodig. Nodig waarvoor? Voor onze verhuurders. Zijn er die huurders dan? Nou, op dit moment nog niet, maar we verwachten er wel een paar. Oh, dus dan is mijn kamer nog vrij. Je kunt hier echt niet blijven, jongen, dat spijt me. En we hebben ook geen kamer voor dokter Einstein. Nou, die slaapt dan wel bij mij. Nee, het komt nog echt even heel slecht uit. Tante Antoinette, dokter en ik hebben voor vannacht een slaapplaats nodig. En vanmiddag wist u ze nog heel goed herinneren hoe onaangenaam ik als kleine jongen kon zijn. Het zou voor beiden niet zo plezierig zijn als u dat nog een keer zou moeten ervaren. Misschien moesten we ze vannacht toch maar hier laten logeren. Goed, maar één nachtje. Dat is dan geregeld. Maakt u dan even nu mijn kamer in orde? Hij hoeft alleen maar te worden gelucht. Ik denk dat jij en dokter Einstein de kamer heel comfortabel zullen vinden. Nou, met dokter Einstein heeft u een hele bijzondere gast in huis gehaald. Alleen betwijfel ik of u zijn kwaliteit wel op juiste waarde weet te schatten. Want over een paar dagen zien jullie een hele andere jongen. Hij gaat je toch niet hier opereren? Ja, en... Maar als ze het hier op poten hebben gezet, de praktijk, ook dat vergat ik nog te zeggen. Ja, we gaan grootvaders laboratorium verbouwen tot praktijk en operatiekamer. Oh nee. We zullen het hier nog heel druk krijgen. Oh nee, 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 nee. Wij zullen het net goedkeuren dat jij het hier gaat veranderen in een ziekenhuis. Ziekenhuis? Kom zeg.
schoonheid zo. Schön, schön. Ach nee, nee. Dat. Mijn lieftallige tantetjes hebben ons uitgenodigd om hier te blijven. Voor één nachtje. Hier. Ja, onthoud maar goed, hè. Voor één nacht. Nou, maak dan nu de kamer maar in orde, ja. Ja. Ik ging naar beneden naar de kelder en mijn dagje maakte goed. Wat? Het Panama-kanaal. Het Panama-kanaal? Een gat waar Teddy heeft gegraven. 2 meter lang en 1 meter breed. Past precies voor meneer Spinazzel. Daar beneden? Je zou bijna haast denken dat ze wisten dat wij Spinazzel zouden meenemen. Ja. Over gasvrijheid gesproken. Van je familie moet je het maar hebben. Alleen, hoe krijg je dan erin? Ja, we kunnen hem natuurlijk moeilijk met de deur zo in huis vallen. Als we nou de auto straks, als die twee naar bed zijn, als we die nou tussen het huis en het kerkhof zetten, dan het raam open doen en die meneer Spiraal zo naar binnen halen. Ja, dat is goed. Ja. Ons, we hebben nog een bed voor vannacht. Hey, vergeet niet, hè. Morgen moet je opereren en dit keer heb ik je graag nuchter. Ik maak een prachtkopie van het hoofdje van jou. Ja, dat is je geraden. Johan, de kamer is klaar. Nou, dat is fijn, dan kunt u nu naar bed gaan. Wij gaan de auto nog even verzetten. Hij staat best waar hij staat. En voor één nachtje, tot morgen. Nou, we weten niet of hij daar wel mag blijven staan. Dus we gaan hem even verzetten. Antoinette, wat doen we hier aan? Nou, lieve, om te beginnen laten we ze niet langer hier dan één nachtje. Wat moeten de buren wel niet denken? Mensen die met één gezicht komen en met een totaal ander gezicht weer verdwenen. En wat doen we nou met meneer Hoskins? Oh, meneer Hoskins. Och, die arme man, die ligt dan maar. En hij heeft al zo'n geduld gehad. Och, Antoinette, ik ben niet van plan om Johan uit te nodigen voor de plechtigheid. Natuurlijk niet, lieve. Natuurlijk niet. Als die twee straks terugkomen, ja, dan zorgen we dat ze zo snel mogelijk naar bed gaan. En dan houden wij samen, getweeën, de dienst. Oh, Teddy, een momentje. Generaal Goedal was zeer tevreden. Hij zei dat het kanaal precies de juiste afmetingen had. Oeh, nou, dat is hartstikke mooi, Teddy. Maar er is helaas weer iemand te prooi gevallen aan de gele koorts. Ach jee, dat zal een hele schrik zijn voor de generaal. Dat moeten we het hem maar ook niet vertellen. Maar het valt onder zijn afdeling. Nee, Teddy, nee. We vertellen het hem niet, hè. Zo'n schaduw werpen over zijn bezoek. Sorry, tante. Daar heb ik de macht niet toe. Hij moet op de hoogte gebracht worden. Lege voorschriften, ziet u wel. Nee, Teddy. Het moet geheim blijven, ja. U bedoelt een staatsgeheim? Precies, een staatsgeheim. Heel officieel. U heeft de eer gehoord van de president van de Verenigde Staten. En met mijn hand op mijn hart. En ik mag breken als ze me doen sterven. Of andersom. Dus. Nou, dus hoe gaan we het nu aanpakken? Maar hoe gaan we, kunnen we dit geheim het beste bewaren? Ja, daar heb ik over nagedacht, Teddy. Kijk, ik dacht het zo te doen. Jij gaat terug naar de kelder. En als het licht uit is en het is hier volledig donker, dan kom je uit de kelder. Jij brengt die arme drommel als de vierde naar beneden. En daarna komen wij naar beneden voor de dienst. Precies, ja. Wil je niet weten waar die arme drommel ligt? In de vensterbank. Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dan ga ik maar even huilen. Ja, precies. Dat is goed, Teddy. Nou, goed. Eens even kijken. Ja, zeg maar. Nou, ik dacht, als ze...
hebben wij ons verkleed voor de begrafenis. Precies. Maar Antoinette, meneer Hoskins nog niet eens gezien. Oh, dat is waar ook, lieve. Jij was hier niet. Nou, kom dan maar gewoon even kijken, hè. Oh, hij ziet er zo knap uit voor een doopsgezin. Zo. We brengen even zo de bagage naar binnen. Oh, nou, Teddy, hè? Je kamer is klaar. Je kunt er zo in. Mooi. Dat is heel fijn. Dan kunt u nu naar bed. Nou, nee. Oh, jullie zullen toch wel moe zijn. En wij gaan nooit zo vroeg naar bed. Nou, dat zou u juist wel moeten doen. Het is maar goed dat ik hier ben teruggekomen. Dan kan ik eens een beetje op u letten. Nou, we waren van plan om tegen u te... Nou, hebt u niet gehoord wat ik zei? Naar bed. Zo. Goed. De instrumentenkoffer kan hier wel blijven staan. Ik doe het licht wel uit, hè? Oh, ja, dat is goed. Ja, want we gaan nu allemaal naar bed. Ja, precies. Een beetje doorlopen. Dokter. Zo. Ja, laat dan maar daar. Ja. Momentje. Doorlopen. Tempo. Ja. Oké, tante Antoinette. Ja. Nu, tante Antoinette, het licht uit. Zijn jullie boven? Hij zei
Jezus. Het spijt me, lieve jongen. Het spijt me. We hebben ze uitgenodigd en het zal nog wel erg onbeleefd zijn. Uitnodiging
ik meteen weer in te trekken. Goed, goed. Voor één nachtje dan. Dan morgenochtend vroeg, heel vroeg, wegwezen. Waar slapen ze? En we hebben ze Teddy, jongens oude kamer gegeven. Oh, maar dat is ook mijn oude kamer. Ik slaap daar vannacht. Ik blijf ook. Oh, Martinus, wat ben ik daar blij om? Ja, het is beter dat wij hier beneden slapen, hè? Ja. Jij slaapt in de fauteuil en ik slaap op de vensterbank. Precies, op de venster. laten we daar nou maar verder niet over zeuren, hè? Laten we maar zeggen dat ik vannacht hier op de vensterbank slaap en dan kunnen jullie gewoon boven slapen. Voor deze ene nacht dus. Sorry, want dat gedoe, dat doet me één keer denken aan meneer Spinazzo. Spinazzo? Wie is Spinazzo? Als een vriendje van Johnny. We zijn hem al een tijdje uit de oog verloren. Ja, maar luister eens even, Johan. Je gaat niet nog meer vreemd volk over de vloer halen, hoor. Alles is in orde, Johnny. Kom maar, ga de koffers van de kamer halen en ik zal je alles uitleggen. Ha? Kom maar. Ach, Martinus. Jij hoeft niet in de vensterbank, nog op de bank. Jij mag mijn kamer hebben. Ik slaap wel voor één nachtje bij mama. Laat maar, tante Antoinette. We hebben de koffer zo gepakt. Jij krijgt de kamer, het Martinus. Is allemaal verspilde tijd, tante Antoinette. Ik heb nog... Jezus, Martinus. Ik word bijna vermoord. Is het al lang gehad? Je was bijna vermoord. Tante Antoinette, tante Marta. Nee, het was Johan. Precies. Hij zag haar aan voor een inblik. Nee, het was zo meer dan dat. Het was een soort maniak. Tine, ik ben dood. Lievertje, je trilt helemaal. Hebt u iets om haar te kalmeren? Nee, maar denk je niet dat een kop hete thee of koffie is? Oh, koffie. Ja, graag. En voor mij ook. En een paar boterhammen, want ik heb nog steeds niet te eten gemaakt. Oké, nou, ik denk dat we onze hondjes hier wel kunnen laten. Hondjes? U was nog niet van plan om nog de deur uit te gaan? Weet u wel hoe laat het is? Het is al over 12. 12? 12? Luister, Ileen, het spijt me. Je moet nu naar huis, hè? Er is iets tussen gekomen. En jullie moeten toch wat eten? Het is zo gepiept, hoor. We zouden jullie verloving toch vieren? Dat had je beloofd. Oh, ja. Nou, liefjes, ga toch even lekker zitten. En dan maken we een lekker soupeetje voor jullie klaar. En we trekken ook een flesje wijn open. Oké. Nee, geen wijn! Wat is er allemaal aan de hand in dit huis, Martinus? Wat bedoel je, wat is er allemaal aan de hand? Wat zou hier nou aan de hand moeten zijn? Hoe kom je erbij dat hier iets aan de hand is? Je zou vanavond met me uit eten en daarna naar het theater en dat heb je afgezegd. Je hebt me gevraagd om met je te trouwen. En ik zei ja. En toen stuurde je me naar huis. En nu, 5 minuten nadat je broer me heeft geprobeerd te wurgen, gooi je me het huis uit. Martinus, ik moet weten waar ik aan toe ben. Hou je wel van me? Ach, lieverd. Ja, nou, ik hou zelfs veel van je. En ik hou zelfs zoveel van je dat ik niet met je kan trouwen. Wat? Ben jij nu ook wel gek geworden? Nee, nog niet, maar dat is hopelijk een kwestie van tijd. Mijn familie, er zit krankzinnigheid. Ik kan het niet anders zeggen. Mijn hele familie is totaal van het padje. Daarom kan ik niet met je trouwen. Je zou toch echt met iets beters op de kop moeten komen? Lieve schat, mijn familie spoort niet. Mijn grootvader testte medicijnen uit op lijken om er zeker van te zijn dat ze er niet aan zouden sterven. Zo ging het zelfs ook niet. We verdienen miljoenen met het onderzoek. En dan hebben we nog Johan. Je hebt net zelf gezegd dat die man een maniak is. Dat hij heeft geprobeerd je te vermoorden. Ja, maar dat is je broer, schat. Dat ben jij niet. En we hebben ook nog Teddy. Teddy die denkt dat hij president Roosevelt is. Ach, lieverd. Er zou geen één brouwer zich mogen voortplanten. Als ik mijn vader op tijd had gekend, had ik hem tegengehouden. Ja, maar wijs op een manier dat jij ook grootzinnig bent. Kijk naar je tantes. Het zijn de liefste en schattigste dametjes waar ik ooit heb ontmoet. Mijn tantes? Oh, mijn tantes. Dat is ook een paar apart, hoor. Dat is ook wel iets bijzonders. Natuurlijk, ze hebben wel een eigenaardigheden. Maar ja, weet je, dat zijn wel aardige eigenaardigheden waar ik dol op ben. Ze zijn lief en schattig en ze staan altijd voor je klaar. Ik bel je later nog wel. Er is echt iets heel belangrijks tussen gekomen. Als jij denkt hier onderuit te komen door te doen alsof jij ook krankzinnig bent, dan heb je het mis. Jij wil dan misschien wel niet met mij trouwen, maar ik trouw wel met jou. Ik hou van je, idioot. Ja, als je dan zoveel van me houdt, ga dan. Ga!
Antoinette, tante Martha, wilt u even hier komen? Ja, Lieverd, we komen er zo aan. Nee, tante Antoinette, tante Martha, komt u alstublieft ogenblikkelijk hier. Ja, lieverdje. Hé, waar is Eli? Lieve tante Antoinette, ik dacht dat u mij had beloofd dat terwijl ik weg zou zijn, u niemand binnen zou laten. Nee, dat klopt. Maar Johan kwam... Ik heb het niet over Johan. En hij had dokter Einstein. Ik heb het niet over dokter Einstein. Wie is dat in die vensterbank? En dat heb ik je toch verteld. En dat is meneer Hoskins. Dit, tante Antoinette, is niet meneer Hoskins. Oh God, wie is dat nou? U gaat me toch niet vertellen dat u die man nog nooit eerder hebt gezien? Lieve jongen, ik heb hem nog nooit eerder gezien. Het is ook een mooie boel, zeg. Iedereen denkt hier maar zo in een vensterbank te kunnen gaan liggen. Tante Antoinette, laten we er nou niet omheen draaien. Dat is een van uw heren. Nee, absoluut niet, jongen. Het is een oplichter. Als hij denkt dat hij in de kelder kan begraven worden, heeft hij het mooi mis. Tante Antoinette, wees u nou even eerlijk. U hebt zelf gezegd dat u meneer Hoskins in de vensterbank hebt verstopt. Dat klopt. Maar ze zijn toch niet uit zichzelf van plaats verwisseld? Waar is meneer Hoskins dan nu? Ja, het is naar Panama gegaan. U hebt hem begraven? Nee, lieve jongen. Nee, nog niet. Ach, hij wacht beneden op de begrafenis. Maar zijn ik hebben met Johan over de vloer nog helemaal geen tijd gehad voor onszelf. Oh, dat bedenk ik me nu ineens. Wij hadden toch altijd zo gehoopt op een dubbele begrafenis. Maar ik moet niet rekenen dat ik voor ga lezen uit de Bijbel voor een volslagen vreemdeling. Tante Antoinette, alstublieft, een volslagen vreemdeling. Een volslagen vreemdeling. U hebt mij zelf verteld dat er in deze kelder 12 mannen begraven liggen die u alle 12 hebt vergift. Je weet wat er met meneer Spinalzo is gebeurd, dat kan jou ook. Spinalzo? Ik wist wel dat het een vreemdeling was. Ik zal hem wel weer even opendoen. Ach, dag brigadier Koddebeien. Dag juffrouw Bauer. Hoe maakt u het? Uit de kus. Kan er meer van dienst zijn? Ik zag dat er nog licht brandde en ik dacht dat er misschien iets niet in orde was. Maar u heeft verzoek, zie ik. Nee, excuses. Komt u toch binnen? Ja, komt u toch binnen? Komt u toch binnen? Komt u toch binnen, brigadier? Dit is onze neef, Martinus. En dat is onze andere neef, Johan. Prettig kennis met u te maken. Nou, dat moet leuk zijn om beide neven bij uw bezoek te hebben. Blijf eens een poosje. Ik wel. Mijn neef, zorgbroer, staat op het punt van vertrekken. Ik ben u al eens eerder tegen mijn lijf gelopen, of vergis ik me? Nou, dat denk ik niet hoor. Het is jaren geleden dat Johan hier geweest is. Misschien heb ik u een keer op een foto gezien. Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk. Johan, als ik jou dan zag maar opschieten. Je boeltje staat toch al wel gepakt, hè? Nou, er is ook wel afscheid binnen mee. Ik ga er maar weer vandoor. Nou, nee zeg, waarom toch zo'n haast? Ik zou u graag een beetje in de buurt hebben totdat mijn broertje vertrokken is. Nou, ik ben alleen maar even langsgekomen om te kijken of alles in orde was. Maar wij krijgen zo dadelijk een heerlijke kop koffie. Waarom drinkt u niet gezellig een kopje met ons mee? Ach, wat dom! Helemaal de koffie vergeten. Momentje! Nou, dan kan ik maar beter nog wat boterhammen gaan bijsmeren. Ik weet zeker dat u trek heeft, brigadier Koddebeien. Zo laat op de avond. Doet u voor mij geen moeite. Ik moet me toch weer gaan melden. Maar een kopje koffie kan er toch altijd toch wel even in. Het duurt echt niet zo lang of mijn broer is vertrokken. Ach, brigadier, gaat u toch alstublieft zitten. Zeg, bent u niet Martinus Brouwer, de toneelcriticus? Dat ben ik, ja. Ben ik even blij om kennis met u te maken? Dan zitten wij in hetzelfde vak. Oh ja? Ja, dit lijntje bij de politie is maar voor tijdelijk. Oh. Eigenlijk ben ik toneelschrijver. Oh, en hoe lang werkt u dan al bij de politie? 12 jaar. Ik verzamel materiaal voor mijn stuk. Oh, kijk eens aan. Ik wil niet weten wat hier in Ambassadeur allemaal afspeelt. Nou, ik heb wel ongeveer een idee. Maar misschien kan ik u nog eens helpen met uw stuk. Oh, dat zou fantastisch zijn. Weet je wat? Ik ga mijn plot vertellen. Zo, zijn jullie er eindelijk mooi zo? Nou, ik zou erop schieten als het jullie was, want jullie hebben nog maar weinig tijd. Oeh, gaan jullie er vandoor? Nou, tot ziens, Johan. En dokter Einstein ook. Tot ziens. Oeh. Is dit koffertje niet van u? Ja, Johan, jij kunt niet weggaan zonder al je bullen mee te nemen. Weet je wel, al je spullen.
Kom, brigadier, mijn broer, die wilde nu vandoor. Wij gaan nog even afscheid nemen. Fijn dat ik u nu eens heb leren kennen. Als we elkaar weer eens zien, dan moeten we beslissen of we dat toneelstuk van u hebben. Oh nee, maar nu ga ik niet meer weg. Waarom niet? Niet voordat ik u het plot heb verteld. Oh, in dat geval, Matthias, moesten wij onze biezenmuis pakken. Niks ervan! Johan, jij kunt hier niet weg zonder alles mee te nemen. Weet je wel, alles neem jij mee. Brigadier, toe. Laat u nu toch dat u wegkomt. Wij moeten nog even een roerend familieafscheid hebben. Oh nee, ik wacht wel even. Ik wacht al 12 jaar. Het spijt me dat het zo lang geduurd heeft. Oh, breng dat terug naar de keuken. Brigadier, hebt u zin in een hapje in de keuken? De keuken? Ja, Johan gaat ons verlaten. Oh, en? Dus? Oh, natuurlijk. Komt u maar, brigadier. Komt u maar, brigadier. U vindt het toch niet erg om in de keuken te eten? Ach, waar zou een mens anders moeten eten? Nou, Johan, adios, hè. En leuk je weer eens gezien te hebben. Johan, het is buitengewoon prettig dat jij terug bent gekomen naar Wassenaar. Want dat geeft mij de gelegenheid om je er weer uit te gooien. En de eerste die eruit gaat, is je vriendje Spinazzo. Ja, dat is een prima idee. Kom er zo aan. Oké. Ik had het kunnen weten dat jij ook nog eens een toneelstuk zou gaan schrijven met de smeres. Hoepel nou maar op, Johan. Jullie alle drie. Dokter, die affaire tussen mijn broer en ik moest maar eens en voor altijd uit de wereld worden geholpen. Kom maar als jullie hebben afzonderlijk als geloof je broer geeft ons de kans om te smeren. Wat wil je nog meer? Je snapt het niet. Dit speelt al vele jaren. Kom, begin. Nee, we gaan niet. Met dat smeers in de keuken en meneer Spinazzo in de vensterbank. Dat is het enigste wat ze ons kan maken. Als we nou die meneer Spinazzo eruit halen en in het kanaal duwen, daarna terugkomen. En als ze dan nog in een pot komen om problemen te maken, dan... Herman, je weet als ik wat in mijn kop heb, dan... Oké, nou, als we toch hier terugkomen, hoeven we deze koffer toch niet mee te nemen? Nee, zet ze maar in de kelder. Vlug. Maar Johnny, maar genoeg. Vlug! Een caféhoekje. Prima. Waarom gaan jullie niet naar de kelder? Lekker rustig.
Oh, dat is ook prima. Dat is deze. Nee, wij gaan gezellig naar café Het Hoekje. Goed. Ja. Komt u? Zeker wel. Ik ben binnen 5 minuten terug. Daar verheug ik me op. We hebben dan precies van hem benauwd. Ja. Krijg hij het eventjes benauwd? Nou, zet die koffers maar weer terug op onze kamer, dokter. Oh, zijn ze weg? Oh, we dachten dat er iemand weg hoorde gaan. Ja, dat was Martinez, maar hij komt zo terug. Heeft u nog wat te eten over? Dokter en ik zouden nog wel wat lusten. Daar heb je geen tijd meer voor. En ik denk dat als Martinez terugkomt, dat hij het niet leuk zal vinden als jullie hier nog zijn. Nou, had u maar wat te eten. Dan kunnen wij ondertussen die meneer Spinal zo begraven in de kelder. Oh nee, geen sprake van. Ik kan er niet blijven. Je zult hem mee moeten nemen. Nou, er ligt anders een vriendje van meneer Martinez. Dus die vindt het vast niet erg als er iemand naast hem komt te liggen. Een vriend? Van Martinez? Ze zullen zeker meneer Hoskins bedoelen. Dus u weet wat daar ligt? Ja, natuurlijk weet hij dat. Het is geen vriend van Martinez. Het is één van onze heer. Eén van uw heren? En we dulden geen vreemdeling in onze kelder. Maar meneer Hoskins... Meneer Hoskins is geen vreemdeling. Trouwens, er is geen plaats voor meneer Spinelzo. De kelder is al vol genoeg. Vol genoeg? Waarmee? Er zijn al 12 andere graven beneden. 12 andere graven? Dus, er is geen plaats voor iemand anders. Er is maar heel weinig ruimte en die zullen Martha en ik hard nodig hebben. Dus u bedoelt dat u en tante Martha 12 mensen hebben vermoord, die? Vermoord? Wel nee, lieve jongen. Het is één van onze liefdadigheden. Wat wij doen is pure barmhartigheid. Dus raak die meneer Spinal zo wel en je brengt hem hier vandaan. Dus dat hebt u gedaan. 12 en die hebt u daar beneden in een kelp begraven? Wij hebben de hele wereld afgereisd en zijn gewoon in Wassenaar gebleven en ze hebben hetzelfde geplezierd als jij. Wat? Jij hebt er 12 en zij hebben er 12. Ik heb er 13. Anthony, 12. Ik zeg 13. Meneer Spinoza, een man in Londen. 2 in Johannesburg, 1 in Melbourne, 1 in Sydney, 2 in Berlijn, 1 in Elburg. Ja, bij het pompstation. 3 in Chicago en 1 in Parijs. Dat maakt 13. Die van Parijs mag niet mitselen, die gestorven aan de hersenbloeding. Ja, omdat ik een kogel door zijn kop heb gejaagd, ja. Hij is gewoon gestorven aan een hersenbloeding. Hij telt niet met. Ik zeg 13. Nee, Johnny. Jij hebt er 12 en zij hebben een 12. De eitjes doen het best, niet zo best als jij. Oh ja? Nou, dat is anders dan zo verholpen. Ik heb er nog maar eentje nodig. Dat is alles. Nou, en die moet toch niet zo moeilijk te vinden zijn, hè? Zo, daar ben ik dan.